Een hele goede morgen allemaal. Het is weer maandag en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe weekvlog. Zo, het is vandaag maandag en het is weer een maandag na een weekend weg. Dus ik heb het rustig aangedaan vanmorgen. Ik ben lekker begonnen aan een voedzaam en gezond ontbijtje. En ik heb mijn BTW-aangifte gedaan, want ja, die moest binnen nu en... Eén dag af, zeg maar. Morgen was de laatste dag om hem op te sturen. Dus ik moest het vandaag echt nog eventjes doen. Dat is mooi gelukt. En ja, verder ben ik achter de laptop al eventjes bezig geweest met wat dingetjes achter de schermen. En ja, het is nu tijd om me op te maken en aan te kleden. Ik ga namelijk een Q&A opnemen. Een triathlon Q&A. Die heb ik vorige week gevraagd op mijn Instagram of jullie vragen hadden. Als je hem nog niet volgt op Instagram, dat kan je doen door naar hieronder even in de beschrijving te kijken. Naar het linkje maartjemaria.com. En ja, daar kun je me volgen. En als ik dan de volgende keer een Q&A doe, dan kun je eventueel ook vragen insturen. Die ga ik nu opnemen. Best wel vreemd, want ik doe de vlogs natuurlijk nu al best wel lang. Maar ja, aparte video's komen er eigenlijk gewoon te weinig online. En dat is voornamelijk omdat ik gewoon niet de tijd heb om ze te editen. Dus ja, we gaan kijken hoe dit is en wat voor setting ik daarvoor ga maken. En geen idee nog eigenlijk. En daarna moet ik ook even een paar foto's voor Instagram maken. Dan is het denk ik wel tijd voor lunch en dan ga ik mijn fiets ophalen. Mijn nieuwe tijdritfiets, hij staat klaar. Dus ja, ik ga hem vanmiddag ophalen en ik ben echt super benieuwd hoe het gaat. Ik moet zeggen dat ik me nog steeds wel moe voel van het weekend. Maar ik voel niet heel veel spierpijn of heel veel gekkigheid van de wedstrijd gisteren. Dus dat is op zich wel mooi. En ja, we gaan gewoon zien hoe ik hersteld ben eigenlijk. Oké, Q&A test. Is dit oké? Goed beeld? Misschien iets verder weg of niet? Is dit leuk? Is die fiets vreemd bovenop? Geen idee. Misschien iets meer zo. Die kussen is een beetje leuk. Ja, we doen het mee. Oké, top. De Q&A ga ik nu opnemen. Stiekem heb ik ook mijn pyjama broek nog aan, maar hey, who cares? Oké, de Q&A staat erop. Ik heb een foto gemaakt voor een Instagram campagne. En ja, dan is dat klaar. Hoogste tijd om nu te gaan lunchen. En dan ga ik naar mijn nieuwe fiets toe. Spannend. Oké, ik was klaar om naar de fietswinkel te gaan. Ik heb mijn jas zelf al aan, mijn winterjas, want ja, ik weet niet, ik wist niet goed wat ik aan moest doen. Toen kwam er een roze pakketje binnen. Hoe leuk is dit? Van dit merk. En ik weet dus nooit hoe ik het uit moet spreken. Reunisch, denk ik. Het is Scandinavisch, dus ik weet het niet precies. En hierin zit een hardloopsetje. Oh mijn god. Ik hoop niet dat het is rood. Ik hoop niet dat het te hoog in Baywatch gehalte is, maar... Ja, ik had eigenlijk ook wel gewoon echt een nieuw shortje nodig voor het hardlopen. Want wat ik nu heb, zit allemaal niet meer of past niet meer. Het ziet er ook niet meer uit. Ik had eigenlijk misschien een zwarte gewild, maar hey, ja, rood. Waarom niet? Hij ziet er wel heel mooi uit, moet ik zeggen. Kwalitatief voelt hij echt super lekker. Hij ziet er best wel groot uit. Ik heb een M besteld. Maar het lijkt bijna een grote voetbalbroek. Dus ik ben benieuwd hoe dat is. Het is dus rood. Best wel heavy. Ook met een rode bovenkant. Maar die tops van hen vind ik er altijd zo mooi uitzien. Dus dat is zo eentje, zeg maar. Ja, heel mooi. Ik denk wel dat dit mijn schouders echt gigantisch breed maakt. Maar ja, wel heel erg mooi. Wel minder stevig dan ik dacht ook. Dus we gaan even uittesten hoe dit voelt. Deze heb ik in een S'je besteld. Dus ja, dan hebben we dit. Best wel heftig, denk ik. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. We zullen zien hoe het gaat worden. Ik ga nu snel naar de fietswinkel nieuwe fiets ophalen. En ik ga daarna ook gewoon daar meteen even 2 uurtjes fietsen. Benen van gisteren los fietsen en kijken hoe de fiets voelt. Als die dan niet goed voelt, dan ben ik bij de fietswinkel. Dan kan ik eventueel iets aan laten passen. Aangezien het niet echt naast de deur is direct. Oké, ik zit heel dichtbij, maar ik kan even niet verder weg, want ik zit in de auto. File, jongen, niet normaal. Om 2 uur 's middags op maandag. Ik denk echt, ben ik blij dat ik niet meer met de auto hoef, want ik word hier echt stikchagrijnig van. Maar ik ben bij de fietswinkel en ik ga nu naar mijn fiets kijken. Oké, jongens, we hebben tegenlicht, dus je ziet het niet echt goed. Maar dit is hem dan, mijn nieuwe fiets. Zelfde wielen, zelfde stuur. Oh nee, ander stuur, opnieuw. Zelfde wielen, zelfde zadel, maar de rest is anders. En ja, oké, je moet hem direct even in het licht zien, maar hij is echt wel heel, heel... heel erg vet. Oké, ik ben terug en dit ging echt zo chill. Echt, ik ben zo blij. Het fietst echt gewoon bijna vanzelf. Dus dat is super chill. Ik doe heel even snel wat aan en dan ga ik weer in de auto terug naar huis. Dit is dus trouwens de fietswinkel van binnen. Dit was dus mijn oude fiets. Deze wielen zijn natuurlijk ook heel erg mooi, maar die zijn tubes. Dus dat is niet handig. Als ik dan lek rijd, dan kan ik niet meer wisselen. En dit zijn alle bekers.
of een deel ervan. Volgens mij zijn dit een deel van de bekers die mijn vriend en zijn twee broers hebben gewonnen. Echt zo vet om te zien. Hier nog een kast. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik ben al in het zwembad geweest. Ik heb gegeten. En ik heb nu fietskleren aan, want ik ga fietsen. En dat ga ik lekker doen op mijn nieuwe fietsie. Dus daar heb ik natuurlijk heel veel zin in. En ja, verder heb ik ook niet zoveel te vertellen, want ik heb een beetje haast. Want het is best wel krap vandaag. En ik weet niet of je het aan me kan zien, maar ik ben moe. Maar goed, ik moet zo nog naar mijn werk. Dus ik moet eventjes op gaan schieten. Oh jongens, dit was echt heel erg pijnlijk. My god, wat een training. In fietsen, 4 keer 10 minuten. Nee, opnieuw. 10 keer 4 minuten volle bak. 1,5 minuut maar rust tussendoor. Ja, en dat is 10 keer. Nou, echt. Bij de 6e keer deden mijn benen al zoveel pijn. Dit was echt shit. Helemaal kapot. Ik ben echt helemaal kapot. Wat nou fijn zou zijn, is als je topsporter zou zijn en gewoon even een half uur of een uur op bed kon gaan liggen. Uitrusten, eten en opladen. Maar nee, ik ga snel douchen en ik ga naar mijn werk toe. Pff, als ik daar überhaupt aankom. Ik was net gewoon niet eens in staat om de cooling down eigenlijk nog terug naar huis te fietsen. Dus, oh my god, jongens. Oké, ik ga hem proberen hem weer een beetje tot leven te wekken. Hallo, hallo, lieve mensen. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag en ik heb in het buitenzwembad gezwommen vanmorgen. Oh my god, koud jongens, niet normaal. Maar het was 1 mei en hij ging open en ik had het al zo lang in mijn hoofd. Dat ik dacht, oh, eindelijk kan ik weer naar het buitenzwembad. En ja, dat het dan maar 8 graden is in de ochtend en het water steenkoud. Ja, dat nemen we dan maar even voor lief. Maar het was wel weer heel lekker om buiten te zwemmen. Ik ben inmiddels opgewarmd en gedoucht en ik heb heel even achter mijn laptop gewerkt en nu ga ik naar mijn werk. Alleen ik kom er ook achter dat ik helemaal vergeten ben om te koken voor vanavond. Oh, en ik moet natuurlijk op mijn werk eten. Dus ik ga nu kijken wat ik in huis heb om even in een kwartiertje iets heel snels mee te maken. En dan laat ik jullie zien of dat is gelukt en dan gaan we snel weg. Het zijn noedels gewokt met broccoli, wat sojasaus en die zalm die ik nog had en sesamzaadjes. Dus ik denk dat het wel heel erg lekker is. Dit bordje gaat in de koelkast van mijn vriend. Ik heb zelf een bakje om mee te nemen en dan gaan we nu vliegjes weg. Oké, mensen, inmiddels is het donderdag. Gisteravond heb ik gewerkt en toen kwam ik thuis en toen vond ik de proefdruk van mijn boek op de mat. En daar was ik heel erg blij mee, tot ik hem opendeed. Toen was ik niet meer blij. Hij is namelijk niet mooi. Hij is gewoon niet mooi. Ik had gevraagd om een matte kaft, matte bladzijdes en al dat soort dingen zijn er niet. Het is een hele lelijke, glimmende, goedkoop uitziende kaft. Wat de foto ook veel donkerder maakt. En aan de binnenkant is het ook gewoon niet mooi. Het zijn lelijke pagina's. Het zorgt er ook voor dat de foto's gewoon niet mooi uitkomen. En ja, het is gewoon echt super shit. En ik voelde me gisteren dus ook heel erg slecht. Want ja, ik was al pissed omdat het zo lang duurde voordat die proefdruk eindelijk binnen was. En dat hij dan nu binnen was. En dat is ook nog niet oké. Ja, dat is gewoon echt zo stom. Want dat betekent dat er gewoon echt veel vertragingen op gaan lopen. Dit moet natuurlijk weer nu opnieuw. Ik durf niet zo te zeggen, pas dit aan en druk hem af. Nee, ik wil echt een nieuwe proefdruk zien. Want ja, ik had nu al bijna gezegd, ja jongens, ik heb het goed gedaan. Ik hoop dat jullie het ook goed doen, druk maar af. Maar nee, ik ben heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Want het is gewoon niet mooi genoeg. En ik durf het dus ook niet de volgende keer te doen. Dus er moet sowieso een nieuwe proefdruk komen. Ja. En dat kost gewoon weer tijd. Want zij zijn niet snel. En ik ga wat dingen aanpassen. En zij hopelijk ook. En ja, ik weet het niet. Het is gewoon echt niet zoals ik in gedachten had. Het is gewoon echt vervelend. En het is shit. En ik voel me ook shit. En het is gewoon shit. Ik heb er niet echt andere woorden voor. Dus dat is een beetje waarom ik niet meer echt gevlogd heb afgelopen dag. Het is gewoon niet zo lekker. En ik hoop gewoon echt dat het wel goed gaat komen. Ik heb net een update gemaakt voor iedereen die het boek besteld heeft. Die krijgt ze allemaal op de mail. En verder kan ik er nu eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Dus ik hoop dat iedereen toch nog een beetje respect heeft voor de manier waarop het is gegaan. En ik hoop dat ik gewoon heel snel terug kan knallen met iets heel erg moois. Waar ik wel heel blij mee word. En andere mensen ook. En weet ik het niet. Ik ben nu niet echt blij, zeg maar. Ik ga vanavond gewoon even hardlopen. Verder ga ik gewoon thuis er even verder aan werken. En dat is het een beetje voor nu.
Hallo, hallo mensen. Het is vandaag vrijdag. Het is al 12 uur en ik zit nog steeds in mijn ochtendjas. Ik zit hier de hele ochtend al met mijn laptop en allemaal andere zooi. Want ik ben volle bak bezig met mijn boek. Ja, ik had natuurlijk gisteren al verteld dat het niet helemaal was zoals de bedoeling was. En ik ben nu heel snel bezig met alles een beetje herstellen en fixen. Dus ik hoop dat het goed gaat komen. Ik ga douchen en eten, want ik heb honger. En vanmiddag ga ik naar de kapper. En dat is heel erg hard nodig, want ik zat net te kijken. Ik ben er al ruim 7 maanden niet meer geweest. Normaal ga ik ongeveer iedere 4 maanden naar de kapper. Maar om de een of andere reden is daar niet van gekomen. Maar nodig is het wel heel erg. Dus dat gaan we doen. En ik ga altijd nog steeds naar de kapper in Kaam. Want ja, nou ja, daar ben ik altijd geweest en dat voldoet goed. Dus daar blijf ik. En het is ook wel handig dat ik in Kaam ben, want vanavond gaan we de 80-jarige verjaardag van mijn oma vieren. Dus we gaan daarna met haar eten. En ja, dat is ook daar. Dus dan ben ik daar al. En dan denk ik dat ik redelijk later weer thuis zal zijn. Dus ja, dat is een beetje de planning voor vandaag. Ik ga hier nu even mee stoppen. En dan hoop ik zo meteen, net voordat ik weg moet, dat ik nog heel eventjes werk. Oké, ik loop nu naar de bushalte. Ik heb besloten om gewoon even met de bus te gaan. Ik was met de auto. Ik ben een beetje zonde. Alleen het regent. Dus ja, het kan beter weer zijn. Ik hoop dat het morgen een beetje fatsoenlijk weer wordt. Zondag ook, want ik moet echt mega veel trainen dit weekend. En het is al koud, maar als het dan ook nog regent, dan moet het wel heel erg afzien. Nou, zeg maar even goeiedag tegen het lelijke kapsel en tot zo snel. Oké, ik ben bij de kapper geweest. Mijn haar is weer lekker geknipt tot op een fatsoenlijke lengte. En het is ook even wat lichter en wat koeler, dus ik ben er heel erg blij mee. We zitten nu in de auto, want bloemen achterin. Mijn oma viert vandaag de 80ste verjaardag, dus daar gaan we heen. We gaan eten. Ik ben heel benieuwd wat we gaan eten, maar dat laat ik jullie heel stiekem misschien tussendoor wel eventjes zien. En dan zit deze vrijdag er eigenlijk ook alweer op. Een hele goede morgen allemaal. Ik moet nog een beetje stil zijn trouwens, want mijn vriend slaapt nog. Ik zit aan mijn ontbijt, want vandaag staat er een hele grote training op het programma. En ik ben wel stiekem een beetje zenuwachtig. Ik voel me ook heel erg saai, want ik was dus gisteren pas uiteindelijk om 1:30 in bed. Vanmorgen om 6 uur werd ik wakker omdat mijn vriend toen terugkwam. Die was nog in de stad geweest. En om 8:30 werd ik wakker en dacht ik, oh shit, ik moet er echt uit. Maar ik voelde me dus bijna, zeg maar, slecht omdat ik gisteren zo laat in bed lag. En omdat ik natuurlijk uit eten ook niks boeiends heb gegeten. Er was echt niks boeiends vegans. Maar gewoon slecht wel gegeten voor een voorbereiding van training. Dus ja, ik ben echt saai. Eerst wilde ik altijd voor een wedstrijd dat alles perfect was. Maar nu merk ik het dus ook gewoon voor training. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Goed, ik ga dit opeten. En dan ga ik al mijn spullen klaarleggen en dan ga ik jullie daarna wel even vertellen wat we nou precies gaan doen eigenlijk. Oké, ik geloof dat ik er klaar voor ben. Het ging net ineens nog keihard regenen, dus ik heb heel eventjes gewacht. Maar ik heb mijn rugzakje op en mijn fiets staat klaar. Hier zitten dus mijn schoenen in, alles. Dus ik ga nu op de fiets naar mijn moeder. Dan ga ik mijn tasje neerzetten en mijn hardloopschoenen klaarzetten, zodat ik snel kan wisselen. Dan fiets ik een stuk verder en dan wissel ik daar dus van schoenen. Dan ga ik een stukje hardlopen en dan fiets ik weer. En dan wissel ik weer en dan ga ik weer lopen. En dan ga ik even zitten, denk ik. En dan pak mijn tasje weer in. En dan fiets ik weer naar huis. Dus dat is het plan voor vandaag. Deze camera gaat niet mee, want die kan ik gewoon niet meenemen. Dus mijn mobiel gaat mee. En ik zal wel proberen het zo wat te filmen. Maar let's go. Oké, jongens. Ik ben bij mijn moeder. Ik ben een half uur onderweg. Na 10 minuten had ik al de eerste hagelbui. En ja, 10 minuten later nog één. Dus ik ben echt al helemaal doorweekt. Dus ik ga me toch alvast maar een keer omkleden. Dat was niet onder planning. En nu begint het weer te hagelen. Het is echt... Ja, je ziet het niet goed. Daarnet ging het echt keihard. Dus ik ben, ja, tot op mijn sokken. Alles is gewoon al helemaal nat. Dus ik ga me alvast maar even omkleden. Oké, nou, ik heb me omgekleed. Dus het jasje was nog droog. Ik heb een nieuwe broek aan. En ik heb hele grote schoenen van mijn broertje aan. 3 maten te groot. En dus ook geen gril schoenen. Dus snel wisselen gaat er niet worden vandaag, ben ik bang. Ik heb wel mijn hardloopschoenen klaar. Dus ik ga wel gewoon proberen mijn best te doen. En dan zien we het wel. Ik ga nu even fietsen. En het lijkt een uurtje ongeveer droog te blijven nu. Maar ja, het blijft heel erg buien. Dus we zullen het wel afwachten. Ik ga er vandoor en dan zie ik het wel. Oh jongens, ik ben helemaal kapot. Ik ben ook volgens mij heel vergeten om nog iets te filmen. Maar de eerste set van 50 fietsen en 6 lopen ging echt goed. En de tweede set werd echt heel erg zwaar. En ik voel het nu gewoon in mijn benen, zelfs in mijn armen. Ik voel het gewoon overal. Ik ben helemaal kapot. Ik zat net te slapen op de bank zo'n beetje, wat ik echt normaal nooit doe. Dus ja, ik ben blij dat het erop zit. En ik ga heel erg gewoon lekker slapen nu. Dan kijken we morgen wel weer even verder, want... Die was niet best, jongens. Wat een dag. Maar ik ben heel blij dat het erop zit. En het betekent ook wel dat ik denk ik wel
klaar ben voor volgende week. Dus dat is top. Het weer was iets minder top vandaag. Maar nou ja, ik heb me gewoon het is toch wel warm weten aan te kleden. Steeds opnieuw dus op zich. Denk niet dat ik daar per se last van moet gaan krijgen. Maar ik ben echt kapot. Dus ik zie jullie morgen wel. Trusten. Hallo, hallo allemaal. Het is vandaag zondag en ik kom net terug van het fietsen. Vanmorgen was ik een beetje laat en had ik haast en was mijn camera nog in de oplader, dus ik heb niks gefilmd. Maar ik heb vandaag de Sierra's Knaapklas gefietst met de ploeg en we hebben gewoon de kortste afstand gedaan. 67 kilometer, ja. Dus niet zo heel ver, maar het was niet erg, want ik moest toch ook vandaag maar gewoon 2 uurtjes los fietsen eigenlijk. Dus dat hebben we gedaan. Ik heb nu koud, want we hebben wel regen gehad onderweg en het is ook niet echt lekker weer allemaal. Dus ik ga even lekker wat droogs en warms aan doen. Eten. En dan gaan we naar het open water. Ik ga vanmiddag even zwemmen bij de Grote Smeren. Volgende week stuur ik triathlon. En ik heb nog geen keer buiten geswommen. Maar ik heb mijn wedstrijd nog niet aangegaan. Had gewoon niks niet. Dus ik moet gewoon echt even nog even naar buiten. En ja, dat gaan we dus ook maar gewoon doen. Dus ik ben wel een beetje zenuwachtig voor. Want het is dus maar 13, 14 graden geloof ik. Super koud. Ik denk dat het ook echt een zwemrondje wordt van nou ja, max een half uur misschien. 1,5 kilometer, 2 kilometer moet ik ook nog wel kunnen redden misschien. Maar meer dan dat gaat het echt niet worden. Dus ik ga me even warm aankleden in de was, want ik zit helemaal onder de modder en zo. En dan gaan we het gewoon proberen straks. Oké, we zijn er bij de Grote Smeren. Mijn wetsuit past nog. Het zit wel echt strak op mijn bovenrug, moet ik zeggen. Maar gelukkig pas ik er nog in. Dus we gaan nu kijken of ik zonder te bevriezen het water in kan. Oké, jongens, ik heb het gedaan. 2 kilometer heb ik gezwommen. Zo koud, echt vet koud, niet normaal. Ik ben ook echt bang dat het volgende week in Bilsen super koud is. Maar nou ja, er is niks aan te doen, denk ik. Ik ga lekker thuis eten en in bad. En dan zit het erop voor dit weekend, jongens. Dan heb ik alleen maar getraind dit weekend. En dan ga ik even de avond lekker helemaal niks doen. Daar ben ik, lieve mensen. Het is zondagavond. Het is 10 uur, maar het voelt al als 1 uur 's nachts. Zo zie ik er ook een beetje uit, maar ik ben echt kapot. Vanavond denk ik van de trainingen dit weekend. Ik heb gewoon 8 uur getraind deze week, ruim. Of deze week, dit weekend. Gewoon alleen dit weekend. Deze week heb ik nog veel meer uur getraind. Dit is niet normaal. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu al overal spierpijn heb. Het zit in mijn rug van de tijdrithouding. Maar ik voel het zelfs in mijn biceps, in mijn triceps van het lang zo blijven zitten. Dus ik weet niet waar dat ineens vandaan komt. Want ik heb al lang ook op mijn oude tijdritfiets altijd gezeten. En dit is wel echt heel erg. En mijn benen, joh, die kwamen de trap net gewoon niet meer op. Dus dit, ik ben bang dat het morgen heel erg lastig wordt om uit bed te gaan komen. Maar goed, het hoort er allemaal bij. Ik ben blij dat het erop zit. Volgende week dus eerste triathlon. En ja, ik denk in principe dat ik er wel klaar voor moet zijn. Met al die rare fratsen die ik nu heb gedaan. Oh, maar het is ook weer wel heel spannend die eerste. Maar in principe, als ik zo kijk, dan zou ik er beter klaar voor moeten zijn dan vorig jaar. Dus het zou alleen maar goed moeten gaan. Nou, ik ga nu heel erg lekker snel naar bed, zoals je misschien wel kan indenken. Ik ben er wel klaar mee voor deze week. Ik hoop dat je de weekvlog leuk vond. Als je dat vindt, dan heb je duimpje omhoog. En als je mijn Australië trui leuk vindt, doe dat dan ook. Want ik heb het niet vast aangedaan. Ik zit helemaal in de vibes al gewoon. Ik zie je heel graag volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. En die zal dus zijn inclusief de trail in Bilsen. Dus dat wordt super leuk, hoop ik. Denk ik, hoop ik. Vergeet je vooral ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kun je hieronder ergens doen. En ja, dan zie ik je dus volgende week heel graag bij mijn eerste wedstrijdvlog van het seizoen. Doei!